gemeente Amsterdam. Hij heeft al veel boeken op zijn naam staan. Vanmiddag gaat hij het hebben over Plan Zuid, dat 100 jaar geleden is ontworpen door architect Berlage. Niet door hem uitgevoerd, maar door verschillende architecten, wel in de Amsterdamse schoolstijl. De heer Heidra zal er uitvoerig over vertellen. En ik geef dus hierbij graag het woord aan de heer Heidra. Een hele fijne middag allemaal. Dank u wel. Ik ga het screen vergroten. Ja, ik ga even doen. Delen. En ziet u mij nu? Ziet u mij? Nee. De presentatie. Oh, nou, daar gaat het ook om. Ja. Heel goed. Dat is de bedoeling. Dan moet ik gaan starten. Hartelijk welkom. Mijn eerste dia. Ja. Hij moet nog even op fullscreen. Ja, heel goed. Ja. Heel goed, ziet u het? Ja. Ja. Nou, welkom. Ja, ik ben Ton Heidra. Ik schrijf boeken over de geschiedenis van Amsterdam. En ik ben betrokken bij Museum Het Schip. Ik hoor een beetje een echo, maar dat gaat wel goed bij u allemaal? Ja hoor. Oh, goed zo. Dan ga ik gewoon door. Ik vind het ook wel fijn om voor u een lezing te houden. Want ik zat eigenlijk aan te denken dat ik ongeveer... Nou, bijna 40 jaar geleden mijn eerste lezing heb gegeven voor de Vereniging Heemtennis, afdeling West. Ja. En toen deed je het nog met een mooie, met een dia slideshow. En die altijd halverwege kapot ging. Dat was ook wat je gewend bent. En dan wat nu met de Zoom doen, vind ik ook een hele bijzondere gelegenheid. Waarom deze lezing vandaag ook nog extra interessant is. Ja, ik ben van Amsterdam School Museum Het Schip. Maar we hebben in Amsterdam-Zuid ook een dependance. En dat heette tot voor kort heette dat bezoekerscentrum De Dageraad. Maar we hebben sinds kort ook daar de museumstatus voor gekregen. En dat heet nu Museum De Dageraad. En we zijn dat aan het herinrichten met een tentoonstelling over Plan Zuid. Dus dat is al heel interessant. Dus daarom vind ik ook een fijne gelegenheid om nu een verhaal over Amsterdam-Zuid te kunnen vertellen. Ook met name over Plan Zuid van Berlage. Maar voor ik daarmee begin, laat ik u altijd eerst even een aantal dia's zien. Dat doe ik bijna bij elke lezing, omdat mensen het anders niet snappen. Van hoe Amsterdam was voor dat eigenlijk in het begin de woningwet van 1901... hoe Amsterdam eruit zag, onbewoonbaar verklaarde woningen, kelderwoningen. Dat was de situatie, krotten en sloppen. Ik laat ze zien, want bij Museum Het Schip kregen we als mensen, lieten we een mooie woning zien van de Amsterdam School. En ik zei de scholier altijd van, nou, is dat nou alles? Ja, je moet natuurlijk alles relatief zien, wat we nu als armoede zien, was toen luxe. Dus de Amsterdamse school moet je ook in die verhouding zien. Het was een antwoord op de krotten en sloppen in Amsterdam. En deze woningen. En waar het ook een antwoord op was, was op de bouw van de pijp, hè, van de 19e-eeuwse wijken. Met die lange, smalle straten, met die Govert-Flinkstraat. Hoe heeft men die kunnen honen om zo'n straat uit te noemen? Eigenlijk Plan Zuid is een antwoord ook op die Govert-Flinkstraat. Zo nooit meer bouwen. En waar kon je bouwen? Daar was er nog een gelegenheid in de weilanden, de polders. Dit is het tolpad. Hier links op de achtergrond ziet hij het oude stadsarchief, het oude raadhuis van de gemeente Nieuwer-Amstel. En dit is een foto van Jacob Olie, zal rond 1890 zijn geweest. Daar kon nog gebouwd worden. En je ziet het hier, dit is de Tolstraat met de weilanden. Eigenlijk de oude pijp, nou je kan zeggen, die eindigt ongeveer bij de Rustenburgerstraat, de Hoedemakerstraat. En, en wij hebben het Oud-Zuid kennen we van het concertgebouw, die stond nog midden in de weilanden.
Dus daar was nog plek om te gaan bouwen. En in die weilanden. En je ziet het hier. Er stonden bijvoorbeeld aan de Amsterdijk stonden wel wat huisjes. Dit zijn van die lage huisjes. Een beetje de krotten werden ze wel gezien. De rechterkant hoor. Want de linkerkant dat zijn mooie huisjes. Sociale woningbouw. Maar de rechterkant die huisjes. Dat waren echt van die dorpshuisjes. En die zijn gesloopt voor de bouw van Plan Zuid. En ja, zo zag het eruit voor die Groninger weilanden. Nog zelfs toen ze al aan het bouwen waren, was het opgehoogd zand. En dit bij de Pieter Lanspaskade, bij de Amstelveenseweg. Met het zandvoortje spelen. Die plannen voor Plan Zuid zijn natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Want Amsterdam groeide, de komst van de arbeiders naar de stad. Amsterdam groeide in een heel snel tempo. En daar moest ruimte voor gevonden worden. En een van de eerste plannen is het zogenaamde plan Lambrechtse. En je ziet het eigenlijk hoe dat plan is geweest. Dat is eigenlijk een doorgaan op die oude pijp. Dit is de pijp. En de oude 19e-eeuwse gordel. En hier het plan Lambrechtse, die wilde gewoon daarmee gaan doorbouwen. Was ook logisch, hè? Zo was Amsterdam opgebouwd met de ringen. Maar dat is het verschil met Plan Zuid van Bellagen. Dit is niet doorgegaan. En dat hebben we te maken met een belangrijk persoon, is wethouder Wibout. In 1914 is hij wethouder geworden in Amsterdam. En hij was ondernemer, had zijn geld verdiend in de houthandel. Was eigenlijk een kapitalist. Aan de andere kant was hij Marxist. En hij zorgde ervoor dat Amsterdam prachtgemeente kreeg. Ja, ja. Hier ook tals bewonderende vreemdelingen de nieuwe Amsterdamse volkswijken. Dat luidt helemaal weg. De Sociaaldemocraten hebben dat tot stand gebracht. Stem 25 mei, Wibout. Bij de participants. U kunt het mij nog volgen? Ik hoor wat geluid, maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed gaat. Ander iemand was wethouder Di Miranda, die opvolger was van wethouder Wibout, ook als volkshuisarts, een heel belangrijk iemand geweest. Hij was voor sloop de krotten, dat was ook de lijst. Miranda, stem Miranda, sloop de krotten. Dat was het uitgangspunt wat het Amsterdams gemeentebestuur wilde realiseren. En iemand die we wat minder goed kennen, maar die heeft wel een prachtig monument, dat is burgemeester Telliger. En interessant verhaal, Wibout, Miranda, dat waren socialisten, maar hij was een liberaal, vrijzinnig democraat in het rode Amsterdam. En ik moet dat verhaal niet helemaal over hem gaan vertellen, want het is een aparte lezing waard. Wat interessant voor u, die is op 16 april, dus volgende maand, 100 jaar dood, burgemeester Telliger. Bij Museum de Dageraad willen we daar ook de komende tijd aandacht aan gaan schenken. Er komt ook een kleine expositie over burgemeester Telliger en over het monument. Dus dat kan ik wel uitleggen. Dat is een lezing op zich. Burgemeester Telliger is een zeer interessante figuur. Heel veel mensen kennen het verhaal niet. Iedereen begint met Wibout. Maar burgemeester Telliger was belangrijk. Hij was mede bijvoorbeeld ook de opsteller van de bouwverordening van Amsterdam. Hij kwam uit Arnhem, dus hij is directeur van Bouw en Woonbezicht geweest. Hij is ook heel belangrijk geweest voor de opzetten van woningcorporaties. Dat weten we allemaal niet, maar binnenkort hebben we een kleine expositie over en komt er ook een lezing over burgemeester Telliger. Die wordt dan mee weer na 100 jaar in eer hersteld. En zij zorgden voor, die bestuurders, dat mensen kwamen met open bussen. Dat is een huisvestingscongres, kwamen ze met open bussen naar Amsterdam. Om te kijken naar wat hier gebouwd werd. Dat was geweldig. In Duitsland, bewonderenswaardig wat in Amsterdam. Hier werden de paleizen voor de arbeiders gebouwd. En wie was daarvoor het belangrijkste? Dat was architect Bellage. Architect Bellage.
1856 geboren, 1934 gestorven. Heel belangrijk. En wij kennen hem eigenlijk vooral van... dadelijk komt nog wel de beurs. Maar waar we hem eigenlijk niet van kennen, dat is dit, van deze prenten. Schilderijen. Hij was eigenlijk een kunstenaar. Hij wilde ook naar de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Hij wilde schilder worden. En dat is wel belangrijk om te beseffen. Want dat kunstzinnige, dat zat in hem. De Rijksacademie van Beeldende Kunsten werd hij niet toegelaten. En dat is maar een geluk ook. Want anders was hij schilder geworden en was hij nooit architect geworden. Dus dat is, mogen we blij mee zijn. Maar dit maakte hij. En architect Berlage heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Want weet u welke brug het is? De Nieuwe Amstelbrug noemen we dat, hè? Maar vindt u dit nou Berlage? Nee, hè? Hij is wel door Berlage ontworpen. Verbazingwekkend, hè? Dat Art Nouveau-achtige. En dan zie je dat Berlage een ontwikkeling doorgemaakt hebben. Dat is van 1903. Van een Art Nouveau naar een heel zakelijke ontwikkeling. Dat vind ik interessant. Daarom vind ik deze brug zo mooi. Dat je ziet de veranderingen die Berlage doorgemaakt heeft. Berlage was een kunstenaar. En wij hebben wel eens een beetje de neiging om Berlage... Dat was een rationalist. En dat was het enige. Dat is niet waar. Gewoon een verhaal dat architecten ons graag willen doen geloven. Maar Berlage... hij was natuurlijk een kunstenaar, hij was dat die schilder. En kunstenaars, die ontwikkelen zich, die blijven vaak niet in één stijl hangen, die veranderen. Ik ken een architect, dat is Bruno Tout, die organiseert op dit moment. Daar hebben we bij Museum Schip nu een expositie over. Die zei ook, stijl, dat is terugkijken in de geschiedenis. Een architect werkt niet in stijl. Een architect is altijd op zoek naar nieuwe vormen. En dat gold eigenlijk ook voor architect Berlage. Maar Berlage, ja, de kunstzinnige, hij heeft ook heel veel boekomslagen ontworpen. Hier van Louis Couperus. En dan ziet hij ook een beetje, ook dat Art Nouveau-achtige ziet hij erin. Hè? Helemaal niet van dat zakelijke, dat rationele, wat je eigenlijk bij Berlage verwacht. Dat was zeker in die periode niet. En je ziet hier linksonder, ziet hij het logo, hè, van Berlage. Dus dit soort boeken van Berlage kunt u gewoon nog krijgen, hoor. Gewoon af en toe zijn ze te koop. Er zijn gewoon Berlage-ontwerpen. Maar Berlage was meer. Hij was ook tegelijkertijd docent. Dat zat er ook in. Hij leerde mensen hoe je over bouw, meubelkunst moest denken. Over hier rechts een boek over schoonheid en samenleving. Het begrip schoonheid, dat vond hij belangrijk. Hij had beschouwingen over de bouwkunst. Dat is ook weer een onderdeel van Berlage. Berlage was zeer veelzijdig. Daarvoor was hij ook in het buitenland heel belangrijk. Want hij schreef over de bouwkunst. En heel veel jonge architecten in de wereld werden opgevoed met de boeken van Berlage. Wij weten ook van architect Tout. Die heeft ook gezegd, ja, ik heb het boek van Berlage gelezen. Dat heeft invloed op, indruk op mij gemaakt. Maar Berlage ontwikkelt zich en hij gaat naar Amerika. Ik denk dat het iets van 1911 ongeveer geweest is. En de reis, niet deze prenten die je ziet, maar hij maakt een reis naar Amerika. En daar ontmoet hij Frank Lloyd Wright, de beroemde Amerikaanse architect. En daardoor wordt hij beïnvloed. En daardoor ontwikkelt hij een nog rationelere stijl. Omdat hij met een aantal bouwwerken al mee begonnen was. Dus daar is hij erg door beïnvloed. Hij heeft ook veel over Frank Lloyd Wright geschreven. Het is het tijdschrift Wendingen. Het echte Amsterdam schooltijdschrift. Wordt wel eens gezegd. Berlage, dat is geen Amsterdamse school. Nou, Berlage was wel betrokken bij die Amsterdamse school, bij Wendingen. Dus daar heeft hij ook echt in geschreven. Had een directe relatie. Men zegt ook wel eens een keer wat. Berlage, ja, dat rationele, dat stond haaks op de Amsterdamse school.
Ik ontken dat toch een beetje. Ik zeg van de Amsterdam School borduurt voort op wat Berlage heeft ontwikkeld. En dit is in 1930, een rechterprint. Is in 1930 was een grote tentoonstelling in het. Waar was het? Zien we nog zien? Waar die Gouden Stedelijk Museum natuurlijk in Amsterdam. En over Frank Lloyd Wright. En wie zat in het erecomité? Natuurlijk ook weer Berlage, een grote initiatiefnemers. En aan deze print kan ik zien dat hij door architect Weideveld is gemaakt. En architect Weideveld was ook weer de hoofdredacteur van het tijdschrift Wendingen. Maar die reis naar Amerika is belangrijk geweest. En een andere reis die hij weer gemaakt heeft, ook belangrijk, die is in 1923. Dan gaat hij naar Nederlands-Indië. En wordt ook wel gezegd, door die reis komt hij toch alweer een beetje terug op zijn rationele benadering. Dan staat hij ook weer veel opener voor nieuwe cultuur. Hij ziet in Nederlands-Indië de bouwkunst. En daar is hij echt van onder de indruk. En hij pleit er ook voor dat die bouwkunst van Nederlands-Indië ook als voorbeeld wordt genomen voor de bouw in Indië. Maar ook vond het ook belangrijk dat die bouw ook een invloed had op de Nederlandse architectuur. Dus hij verandert in gedachten. Dat is het aardige, vind ik, van Berlage. Je kan hem niet duidelijk stellen, zo was het. Nee, hij ontwikkelde zich van Art Nouveau naar weer rationeel. En later wordt hij weer meer het culturen, de andere culturen die hij gaat verwerken in zijn werk. Ook iets wat niet zo bekend is van Berlage. Berlage was een revolutionair. Ja, geen communist. En wij denken altijd, ja, hij bouwde voor verzekeringsmaatschappijen. Hij bouwde de beurs, dat is al kapitalist. Nee, hij was lid van de Bond voor Revolutionaire Intellectuelen. Waar heel veel architecten lid van, hoor. Architect Weideveld was er lid van. Michel de Klerk was er ook lid van. En de grote initiatiefnemer was Henriette Roland van Holst, de dichteres. Die vond dat de kunstenaars zich moesten inzetten voor de Russische revolutie. Nou, ze hebben een bond opgericht, maar ja, het waren kunstenaars. Ze kregen al binnen de kortste keren ruzie met elkaar. Dus erg lang heeft hij niet bestaan. Maar Berlage is wel ook altijd betrokken geweest bij de vereniging Nederland-Rusland. Hij heeft zich altijd wel betrokken bij gevoeld. Hij is ook naar Rusland gegaan om daar die ontwikkeling te zien. Dus dat is ook interessant, want ook in zijn bouw zit een gemeenschapsgevoel. Dat is heel belangrijk. Dit is het gebouw, het Pantheon der Mensheid, die hij heeft getekend. Dat was een plannen, groot ideaal gemeenschapshuis. Henriette Roland Holst had daar de tekst bij geleverd. En dat plaatst Berlage ook wel in zijn ontwikkeling. Ja, hier. En hier ziet hij ook datzelfde Pantheon der Mensheid. Maar wat je hier alweer in ziet, is die lijnen. En dat is ook wel wat typisch toch weer Berlage. Die geometrische lijnen is werk. Je kan geometrische lijnen hebben. Kan je toch nog wel heel gewelfd met sculpturen werken, hoor. Dat deed Berlage overigens niet. Maar hij vond het belangrijk dat je die geometrische architectuur, die bouw, dat je dat kon waarnemen. En dat is typisch Berlage. En wat Berlage ook nog wat minder bekend is. Hij maakt een servies. Deed hij samen met Piet Zwart. Hij maakte meubels. Hij was betrokken bij het binnenhuis. Die had hij samen met de Basel onder andere opgezet. En dan verkochten ze meubels. Ze wilden ook goede meubels. Architecten. Dat komt ook wel overeen met de architecten van de Amsterdam School. Architecten waren niet alleen bouwers. Architecten waren vormgevers. En dat kwam op verschillende manieren uit. Zoals met meubels, met servieswerk, met boekomslagen. En dat komt overeen ook met de Amsterdam School. En ja, wat ook wat minder bekend is. Dat is ook, hij was ook heel erg betrokken bij het groen. Hij was lid van de International Garden Cities and Town Planning Federation.
in Engeland had Ebenezer Howard het beroemde boek Garden Cities of Tomorrow geschreven. En dat was een voorbeeld voor heel veel landen ter wereld over hoe je de oude donkere steden, de oude Londen, waar we natuurlijk het verhaal van Dickens kenden, van die afschuwelijke steden, hoe je een gezonde woonomgeving voor arbeiders kon creëren. Daar was ook Berlage erg door beïnvloed. Overigens, dat vond ik ook wel aardig, bij Museum het Schip zijn we ook bezig met een organisaties van de komende 4 jaar met aandacht te schenken aan de tuinstadgedachte. Zo belangrijk geweest voor de architectuur en nog steeds actueel, want de tuinsteden, duurzaamheid, nog steeds actueel. En dat was ook Berlage. Hij vond dat belangrijk. Je ziet hier dat hij in een comité zat. Hij was een van de leden van het internationale comité. En ze organiseerden congressen. In New York is dit, zie ik, april. Maar dit is een congres in Amsterdam in 1924. Was het grote congres over internationale steden waar we een tuinstad. En daar was Ebenezer Howard was er. En Berlage natuurlijk. Wieboud die zat voor, die trots de stad vertegenwoordiger. En hier ziet hij ze zitten. Belangrijk congres. Een van de redenen dat we in 2024, 100 jaar geleden, 100 jaar daarna, ook eigenlijk een congres willen gaan organiseren samen met het Museum het Schip. Met de gemeente Hilversum is er al bij betrokken. Dat moet internationaal moet dat gaan groeien. Maar Berlage was daar weer een belangrijk persoon in. Hij vond een gezonde omgeving, een groene stad, dat vond hij belangrijk. Ook iets minder bekend van hem is, hij was ook betrokken bij de Bond van Volkstuinders. Hij was een van de medeoprichters van de Bond van Volkstuinders in Amsterdam. Mensen moesten een volkstuintje hebben, mensen moesten gezond hebben. Dus dat waren toch allemaal zijn sociale idealen die hij had. En ja, even zijn bouw. We kennen natuurlijk, in het begin zijn er vooral de verzekerings voor de verzekeringsmaatschappijen. Hij heeft zelfs in Londen gebouwd, in Leipzig heeft hij gebouwd. Dus ook wel zijn internationale bekendheid heeft hij daarmee verworven. Maar, als we het over Berlage hebben, dat is internationaal. De beurs van Berlage. Hier zien we hem. Dat was iets. Dat was een verandering. Moet eens nadenken. Geen tierenlantijnen. Geen Griekse zuilen aan het gebouw. Het was puur met bakstenen, de geometrische verhoudingen. Wel met kunst gedecoreerd, maar de kunst nam niet de overhand. Dat maakte de beurs een voorbeeld voor iedereen. Daarvoor kwamen uit de wereld, kwamen naar Amsterdam ook echt architecten om de beurs te bekijken. Even een slokje water. Ja. En je ziet het hier. Nog een keer de beurs. De beurs van Berlage. Hij had eigenlijk die beurs zo ontworpen ook. Het is natuurlijk een kapitalistische onderneming. Maar in zijn idee was het ook, ja, als het kapitalisme verslagen is, dan kunnen we hem zo inrichten, dan wordt het een cultuurpaleis. En dat is tegenwoordig, heeft hij die functie ook een beetje. En we kennen Berlage natuurlijk ook van de Burcht, in de Harry Polaklaan. Dan zie je ook weer zijn sociale gevoel. Hij bouwde voor de vakbonden, voor de Diamantbewerkersbond. Maar hij deed meer verbonden hoor. Ook in Rotterdam heeft hij een gebouw neergezet. Dus hij bouwde ook voor arbeiderscoöperaties en voor vakbonden. En we kennen hem natuurlijk hier in het beroemde Hubertushof van Krullenmuller. Maar als je ziet ook die torens, hè, dat is ook wel typisch van Berlage. Vaak die torens die erin komen, dat is ook wel weer zo'n beeld van de stad. De stad moet niet vlak zijn. Nee, de stad had vroeger kerken. En nu, ja, de kerken zijn er niet meer. Dus nu moeten we toch torens bouwen. Nu moeten er toch torens de stad zijn. Dan moeten identiteitspunten zijn. Opvallend, ik las vandaag nog een stukje. Ja, Berlage heeft geen kerken gebouwd, hè?
van, dat niet, nee. Er werd hem nog een krant van, waarom heeft u dat niet gedaan? Nee, hij wilde cultuurpaleizen, wilde hij wel bouwen. En daar maakte u torens bij. En hier, het stadhuis, kent u dat? Zult u niet zo gauw komen? In Usquert, in Groningen. Ook in zo'n toren. Je ziet ook weer een beetje de zakelijke bouw. En in Amsterdam bouwt hij het Mercatorplein. In Amsterdam-West is deze prachtige print. Ook weer interessant, want ja, het is deze print van er is een plan ontwikkeld in 1922. Volgend jaar, ook weer 100 jaar geleden. Ja, we zijn al een beetje met Stadsdeel West aan het praten van, hey, moeten we niet 100 jaar plan West gaan vieren? Ik begrijp dat nu ook de afdeling West dit heeft georganiseerd. Dus nou, dan moeten we over nagedenken, hoe kunnen we in Amsterdam plan West gaan vieren? Want vandaag hebben we het over plan Zuid. Maar plan West borduurt voort op Berlage. En hier het Mercatorplein is door Berlage, bebouwd. De wijk eromheen is niet door hem ontwikkeld, maar al zijn ideeën uit plan Zuid zitten wel in dat plan verborgen. En je ziet het hier, je lijkt bij de torens van Usquert, de torens van Nieuw-Bertenslof, die ziet hij erin terug, Mercatorplein, prachtplein. En dit gebouw, dat zult u niet zo gauw kennen, maar dat staat in de Tolstraat en de Toldwarsstraat. En dat was een arbeiderscoöperatie. Een arbeiderscoöperatie, de Dageraad. Die had dan winkeltjes in de stad. Nu kennen we het natuurlijk als woningbouwvereniging. Ook al niet meer. Nu kennen we het als museum. Maar het is niet tegenwoordig de Alliantie. Maar het is ooit begonnen, de Dageraad, als een arbeiderscoöperatie in de Tolstraat. En het gebouw was ontworpen door Berlage. En Bella heeft ook veel sociale woningbouw gedaan. Ook vaak voor de allerarmsten. Ook vaak de gemeentewoningen of verenigingen die echt voor de allerarmsten bouwen. Dit is, ook in de Indische buurt is dit. Het werd toen al het Fort van Chaco genoemd. Ja, daar zitten de armsten van de armen zitten in dat gebouw. Dat was ook weer zijn sociale bewustzijn dat hij ook voor die doelgroep bouwde. Maar als we het over plan Zuid hebben, dan hebben we het natuurlijk over de stedenbouwkundige architect Berlage. En hij heeft de Transvaalbuurt, plan van de Transvaalbuurt, heeft hij ook gemaakt. Hoewel ik niet eerlijk moet zijn, hij heeft het niet helemaal ontworpen, want dan lag al een oorspronkelijk plan en hem was gevraagd om dat plan te verbeteren. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat in de Transvaalbuurt wat pleintjes kwamen. Dat het plan wat eigenlijk een beetje was zoals de oude Oosterparkbuurt, met die rechte lijnen, rechte straten en ergens de pijp, dat hij dat wat veranderde. Maar hij was wel gebonden aan een soort bebouwing die op bepaalde plekken al gerealiseerd was. Dus hij kon niet alles veranderen. Maar hij is wel de maker van het plan van de Transvaalbuurt. En daar heeft hij ook gebouwd hoor, in de Transvaalbuurt. Hier op de Linnaeusstraat heeft hij gebouwd. En natuurlijk op het Transvaalpleintje, het rode pleintje voor de Algemene Woningbouwvereniging. Dan zie je ook weer het socialistische gedachtegoed van hem. Daar hoorde hij bij. Dus hij werd echt gevraagd ook om dat plein te ontwerpen. Maar hij heeft ook het plan voor Den Haag, Schravenhagen, uitbreidingsplan gemaakt. Voor Utrecht heeft hij het plan gemaakt, voor Groningen. Hij is voor heel veel stedenbouwkundige plannen is hij gevraagd om het te maken. Maar het belangrijkste is natuurlijk Plan Zuid in Amsterdam. En interessant is, ja, dit plan zult u wel niet zo gauw kennen, maar Berlage is eigenlijk gevraagd op basis van de woningwet van 1901. Gemeentes werden verplicht om uitbreidingsplannen te maken. Toezicht van bouwen woonden zich, er moest toezicht op de bouw komen. En er was natuurlijk de mogelijkheid dat woningbouwverenigingen opgericht konden worden. En in het belang van de volkshuisvesting konden gaan bouwen. Maar belangrijk was ook dat gemeentes verplicht werden om uitbreidingsplannen te maken. En Amsterdam vroeg aan Berlage om een uitbreidingsplan te maken. En dit uitbreidingsplan is van 1903.
Dat is interessant. Je ziet onder gemeente Nieuw-Amstel, gedeelte was net in 1896 geannexeerd, dus Amsterdam kon ook dat plan gaan maken. En wat u ook ziet hier, deze gekke dingen, het is bijna Art Nouveau. Hè? Ik heb u in het begin verteld van over die boeken, over de Bellagebrug, deze gekke kriolige pleinen. Hij maakt hier bijna een villapark, ontwerpt hij. Met hier allemaal heel veel groen. Nou, dat ging ook een beetje te ver. Moet ik eerlijk zeggen. Het plan is van hij maakt dit plan 1903 en 1905 is het in de gemeenteraad gekomen. Maar het is nooit uitgevoerd. Had ook te maken dat er plannen waren om Amsterdam een ringspoorbaan te geven. En dat was nog in dit plan al helemaal niet opgenomen. Dus daar moest ook over nagedacht worden. Dus het plan is eigenlijk op de lange baan geschoven. Maar u ziet wel... Daarmee ook wel de ontwikkeling van architect Bellage. En dit is eigenlijk het plan Zuid van Bellage. Alleen ziet hij hier ziet hij de grote lijnen. Hier de Amstel. En dan ziet hij hier, dan komt hij bij het Victoriaplein, en het Schutzerlaan, de Rooseveltlaan. En dan gaan we rechtdoor, Apollolaan. Dus dan ziet hij de grote lijnen op de weilanden ziet hij dit. Dit is eigenlijk de basis van het algemeen uitbreidingsplan. Maar dit is dan het echte uitbreidingsplan. En dat is toch interessant. Het uitbreidingsplan Plan Zuid, dat begint hier bij de Amstel. Hier hebben we nog de Westerburgerstraat. En vervolgens gaat het, je kan zeggen, tot net over de Amstelveenseweg. En zelfs een stukje ook, ziet hij ook, bij de Cornelis Kruisemansstraat, net... over het Noorder-Amstelkanaal heen. Dus een stukje van wat wij nu Oud-Zuid noemen, behoorde ook tot plan Zuid. En ik laat er stukjes van dit zien. Hè, van, ja, niet alles van plan Zuid is uitgevoerd. Dat is ook wel weer interessant. Wat bijvoorbeeld niet uitgevoerd is, is hier. Hier had Bellage allemaal bedrijfsterreinen gepland bij de Amstelveenseweg. Ja, Amsterdam wilde de Olympische Spelen gaan organiseren in 1928. En daarvoor was een groot nieuw Olympisch stadion nodig. U ziet hier een stadion liggen. Maar dat is het oude stadion van architect Elten. Hier ziet u het Olympiaplein. Dit is gewoon het oude stadion van architect Elten. Uit ongeveer 1915 zal dat gebouwd zijn. Dus we denken altijd dat de stadionbuurt genoemd is naar het Olympisch stadion. Nee, niet waar. Het is genoemd naar het oude stadion. En het oude stadion is gesloopt na de Olympische Spelen. En hier ziet u het nieuwe Olympisch stadion van Jan Wils. En hier ziet u nog het oude Olympisch stadion op deze foto. En die is na de Olympische Spelen is gesloopt, want toen had het geen functie meer. Maar tijdens de Olympische Spelen stond het oude stadion er nog. Wat ook niet uitgevoerd is... is bij de Amstel. Ongeveer, we kennen nog de tramremise bij de Lekstraat. Die is uitgevoerd en daar moest Bellage rekening mee houden. Maar eronder had hij dit wijkje gepland. Dat is grappig, hè? Dit is een tuinstad. Dat is gebaseerd op een tuindorp van de architect Repco. Die had een prijsvraag gewonnen in 1915 om tuindorpen in Amsterdam te ontwerpen. En Bellage heeft dat plan opgenomen in Plan Zuid. Dus dan zie je ook weer zijn idee over de tuinstad gedachte. Dat hij ook dat in het Plan Zuid verwerkte. Alleen, het is niet uitgevoerd. Er is wel een klein beetje misschien nog wel iets teruggekomen, maar je kan bijna niet zeggen. Daar is bebouwing gekomen met ongeveer deze foto. Weet u, de linkerfoto? Dat is in dat nieuwe gebiedje. Want het is een gebouw uit 1933 met dit kunstwerk. Ja, ik laat hem even zien, omdat ik graag wil weten wie de kunstenaar is. Misschien is er iemand die weet wie de kunstenaar is. Dat zou ik heel graag willen weten. Dan ziet hij gewoon ergens in Plan Zuid, ziet hij dit. Maar goed, daar, het tuindorp
is er niet gekomen. De tuindorpen zijn wel in Amsterdam-Noord gekomen in de Watergraafsmeer, maar niet in Plan-Zuid. Berlage had zijn plan opgedeeld in verschillende klassenbebouwing. Een eerste klassenbebouwing, tweede klassenbebouwing en een derde klassenbebouwing. Nou, de eerste klasse, ja, dat weten we wel. Hè? Dat is, zijn de villa's rond de Apollolaan. Dat is een villa van architect Piet Kramer die gebouwd heeft. Ja, deze villa aan de Schutzelaan, ook zo'n prachtige villa. Architect Gert-Jan Rutsigers is die gebouwd. Ja, en waar ze ook in de rivierenbuurt is met name ook, ja, je kan zeggen dat meer tweede klasse bebouwingen gerealiseerd. Dat zijn middenstandswoningen. Dit is ook van echt Gert-Jan Rutgers aan de Schutzelaan. Ook prachtige bebouwing hoor. Ook dit soort torens, deze foto's die zijn van Gert-Jan Lobbes en Marcel Westhoff. Die hebben heel veel foto's gemaakt van Plan-Zuid. Die staan op platform Wendingen voor een gedeelte. Amsterdamse schoolplatform. Prachtige foto's. Is prachtige bebouwing. Maar het zijn middenstandswoningen. En Berlage, ja, die zou Berlage niet zijn als je ook een grote ruimte had gereserveerd voor de arbeiderswoningen. En waar moesten die arbeiderswoningen komen? Ja, een beetje aansluiten op die oude volksbuurt, de Pijp. En hier gingen verschillende woningbouwverenigingen gingen er bouwen. De Vredeskerk, die had hij ook opgenomen in zijn plan, want die moest rond de kerken komen. En rond de Vredeskerk gingen katholieke woningbouwverenigingen bouwen. Katholieke uit Oosten en NV Amsterdijk, ook katholieke woningbouwverenigingen. Ja, en ze organiseerden daar grote erepoorten. Dus de Internationaal Eucharistisch Congres. Ja, en de Vredeskerk, er is nu een hele discussie over de pastoor van de Vredeskerk. Ja, maar die pastoor van de Vredeskerk, die zijn hele familie, kwam ook uit die buurt. Die is helemaal opgegroeid met die buurt. Ja, daarom kan ik ook begrijpen dat het voor hem heel zwaar is dat hij daar weg moet gaan. En nou goed, het hele verhaal zal ik nu niet ingaan. Maar het aardige van die pastoor is dat hij eigenlijk ook nog de afgelopen jaren heeft gedaan wat in het verleden gebeurd was. Hij organiseerde processies op straat. Hij stelde de kerk open. En dat vond ik toch heel interessant. Ik hoop dat in de toekomst dat het doorgaat. Maar de pastoor van de Vredeskerk is daar de afgelopen jaren heel veel belangrijk voor geweest. Jammer dat hij, en ja, ook de redenen vind ik, onaanvaardbaar zijn dat. Want in de Pijp hebben we het verhaal van Jacob Israël de Haan. Die het boek Pijpenlijntjes geschreven had. En door Peeltak weggestuurd is. En tegenwoordig mag dat toch niet meer dat zo'n pastoor weggestuurd wordt omdat hij een homoseksuele verhouding had. Dat is toch raar. Maar goed, dat is even een zijstraatje. Maar dit was het Papendorp, onderdeel van Plan Zuid van Berlage. En hier hebben we rond de Diamantbuurt. Nou, heeft de Algemene Woningbouwvereniging gebouwd. Met die prachtige gebouwen. En de woningbouwvereniging Eigen Haat. Is een gevelsteen in het Smaragdpleintje. En wat natuurlijk ook heel interessant is. Is het Harmoniehof. Harmoniehof wordt wel eigenlijk als de poort van Plan-Zuid gezien. Het is niet de sociale woningbouw voor de allerarmsten, want het was niet echt op basis van de woningwetsubsidies. Maar het was toch een coöperatieve vereniging en de samenwerking is dat nog steeds. En in het nieuwe huis, gebouwd op basis van de nieuwe Amstel, dat is links, dat was voor alleenstaanden. En nog steeds wonen daar alleenstaanden na al die jaren. En dan hebben een eigen vereniging, eigen verhouding met de samenwerking. En dan heb je dat mooie hofje daar in het midden. Met een prachtig kunstwerk van Louise Beijerman. En hier in die buurt wordt ook Harke Keegstra, de oprichter van de samenwerking, geëerd. Dus ook onderdeel van Plan-Zuid, die sociale woningbouw. En ook in de Olympiabuurt, er is best veel sociale woningbouw in Plan-Zuid. Wordt als gezegd, ja, nee, Plan-Zuid, dat is met name is voor het middenstand. Er is heel veel sociale woningbouw gerealiseerd. Het Rijk had wel problemen ermee. Want toen eigenlijk de dageraad gebouwd werd, vond men dat veel te duur. En daarvoor heeft men gezegd, ja, de
De particulieren moeten maar weer gaan bouwen. En toen was de gemeente zo slim om een eigen bouwmaatschappij op te richten. Die ging bouwen, die kreeg de subsidies. En vervolgens werden de woningen overgeleverd aan de woningbouwverenigingen. Dit is bijvoorbeeld zijn woningen van de gemeentelijke woningdienst. Met prachtige sluitstenen. Prachtige, ja, je komt er niet zo gauw, hè. En hier een zomers buiten heeft er gebouwd. En hier staat nog een prachtige gevelsteen is weer van een woningbouwvereniging. Ik geloof dat de Algemene Woningbouwvereniging is, met hardlopers, kunstwerk. En hier, dat is Ons Huizen Gevelsteen. Dat is allemaal in de Olympiabuurt, waar heel veel sociale woningbouw tot stand gebracht is. En allemaal onderdeel van Plan Zuid van Berlage. En wat ook wel interessant is door Berlage, zijn plannen. Hij ontwikkelde grote assen, maar daarnaast ontwikkelde hij rustige buurten. En dit is een complex arbeiderswoningen in Zuid, bij het stadion. En dan ziet hij zo'n poortje, dan kom je door zo'n poortje en dan kom je als arbeider. Na een dag hard werken kom je in je rustig in je eigen tuin. Dus er zit al bijna al die tuinstadgedachten zit er al in Plan Zuid. Alleen de tuinstadgedachte had ook wel toch het idee van dat het allemaal lage woningen zijn. Nou, en dat was in Amsterdam-Zuid niet helemaal te realiseren. Maar sommige ideeën zijn wel gerealiseerd. Berlage, ja, dat weet iedereen, heeft niet gebouwd. Maar hij heeft wel de Berlagebrug gebouwd. Op het eind van zijn leven vond het gemeentebestuur toch dat Berlage met zijn plannen geëerd moest worden. En toen is door het gemeentebestuur aan hem gevraagd om een brug te bouwen. Eigenlijk bij de dienst publieke werken zag men dat helemaal, afdeling bruggen zag men dat helemaal niet zitten. Want Piet Kramer deed alle bruggen, dat vond men helemaal niet in stijl passen. Maar het gemeentebestuur heeft doorgezet en heeft aan architect Berlage gevraagd om die brug te bouwen. En dan zie je dat deze brug heel anders is dan de Nieuwe Amsterbrug die we in het begin gezien hebben. En dan zit hier ook weer zo'n torentje. Dat is echt die torentjes die je al eerder gezien heeft. Van het Mercatorplein tot de Uske tot Krullenmullen. Dat is typisch Berlage. En ook die lantaarns die erop staan. Zijn niet meer die tiende lantijnen van die Art Nouveau-achtige lantaarns. Nee, hij heeft ze wel mee vormgegeven. En die brug, en dat is wel aardig. Die brug loopt helemaal door. Die loopt naar de Amsterdijk door, loopt helemaal naar de Weesperzijde door. Het is een geweldig grote brug. Je ziet het. Met een prachtig kunstwerk die alleen de roeiers kunnen zien. Dat was wel een beetje een kritisch punt. Alleen de roeiers kunnen dat prachtige kunstwerk van Hilde Krops zien met de Stedenmaagd. Prachtig, van porselein. En ja, Berlage heeft niet gebouwd, maar wie heeft dan wel gebouwd? En dat waren architecten van de Amsterschool. Ik heb hier een paar kaartjes die ze kunnen vinden, die dat weergeven. Het rode is allemaal Amsterdamse school. De architecten van de Amsterdamse school gebouwd. En meer dan 200 architecten van de Amsterdamse school hebben daar gebouwd. En daar is een boekwerk verschenen, ook een aantal jaren geleden alweer. Dat allemaal beschreven wie welk blok gerealiseerd heeft. En het lichtere, een beetje oranje, zie je, dat is al wat moderner. En dan ziet je hier bij het gebied bijvoorbeeld van de rivierenbuurt. Ja, iemand zei net, er is een prachtig boek over verschenen, klopt. Dat moet je echt lezen. En dan in het boek ja, wordt de rivierenbuurt beschreven. Maar dan ziet u de rivierenbuurt is gedeeltelijk Amsterdamse school, maar gedeeltelijk ook al het nieuwe bouwen of een tussenvorm erin, moet ik eerlijk zeggen. En wie waren natuurlijk de architecten van Amsterdamse school? Ik laat ze even zien. Architect Michel de Klerk en Piet Kramer. Moet ik natuurlijk als Museum het Schip altijd even laten zien. En heel belangrijk, de uitspraak van Michel de Klerk. Deze uitspraak is essentieel voor het hele verhaal. Toen ik voor enige jaren nog de Berlagestroming zag, vroeg ik me af of er ooit alweer van bouwkunst sprake zou kunnen zijn. Wat Berlage echter voor het bouwvak gedaan heeft, namelijk orde brengen in de vakkundige chaos, zal wel nimmer vergeten worden. Doch aan de bouwkunst is hij nooit toegekomen. Mijn inzicht in Berlage reeds in tiental jaren niet meer toonaangevend. Het tintelend nieuwe, het sensationeel schokkende, druk, indrukwekkende, imposante. Ja, wat het eigenlijk een moderne kern maakt. Dat toont hij niet. Berlage bestaat het spel en taal der vormen niet. Terwijl deze toch alle stijlen, hoe uitlepend ook zijn.
Dat stond in het bouwkundig weekblad. Michel de Klerk gaf op Berlage kritiek. Ja, eigenlijk onaanvaardbaar, hè. Zo'n blaag op de grote oude man. Nou, Berlage heeft het hem wel vergeven. Maar het gaf wel aan dat de Amsterdamse schoolarchitecten anders dachten. Die vonden dat bouwen meer moest zijn dan alleen een bouwwerk. Bouwen moest kunst worden. Kunst moest toegevoegd worden, maar kunst moest ook geïntegreerd worden. En dat is wat Berlage wil. En dat gebeurde met het scheepvaarthuis. Gebeurde met, natuurlijk met het schip. Dat is niet de Zuid. En in Plan Zuid gebeurt dat. Dit is het tijdschrift Wendingen dat uitgebreid aandacht schenkt. Al in 2 nummers aan Plan Zuid. Eigenlijk had het dageraadcomplex helemaal niet gebouwd moeten worden. Want in Plan Zuid was ook daar iets anders bedacht. Dan had het grote academisch ziekenhuis van Amsterdam moeten komen. Maar niet gerealiseerd. En daar is gebouwd door die Algemene Arbeiderscoöperatie de dageraad. En die zijn daar gaan bouwen. Want die dachten dan, als we daar gaan bouwen, hebben wij onze leden om de hoek. Die kopen dan in onze winkeltjes. Dat is handig, hè? Goede distributie. En hier ziet ze bouwen, wordt aan de dageraad gebouwd. Het is geweldig. Dit is het icoon van Plan Zuid. Dat is nog wel icoon, hè? Icoon van de volkswoningbouw. Maar ook eigenlijk ook icoon van de architectuur. En dit zie je nog, die torens. Met links het grote gewelf, rechts het Ronneplein. En die kleine torentjes ertussen. Dat maakt het daar mooi. En daarachter had je het coöperatiehof met een leeszaal. En die leeszaal is ook alweer essentieel. Want Berlage wilde meer. Die wilde ook cultuur aan de arbeiders schenken. Dus daarvoor is die leeszaal ook belangrijk geweest. Gebouwd door Piet Kramer overigens, niet door Berlage. Maar het past in het denken wel van Plan Zuid. En je ziet het hier, deze ontwikkeling van Plan Zuid. En wat je ook hier ziet, dat Berlage koos voor gesloten blokken. Heel belangrijk. Geen open blokken. Hij koos voor gesloten blokken. Maar die blokken, dat stelde hij wel, die moesten wel een eenheid zijn. Dus hij eiste ook dat die blokken door 1 architect gebouwd werden. Dat gebeurt niet altijd, maar voor een groot gedeelte gebeurt het wel. Hij probeerde wel, in ieder geval straatlanden moesten van hem een eenheid zijn. En de dag daar uit te realiseren met blokbebouwing. Die Amsterdam School, werd gebouwd natuurlijk door woningbouwverenigingen. Nou, dat was nog wel wat invloed door de gemeente op uit te oefenen. Maar op die particulieren, die ook gingen bouwen, nou helemaal niet. Dus de gemeente had de schoonheidscommissie. Maar ja, die bouwers hadden daar weer kritiek op. Wat, al die eisen die maar gesteld worden, dit mocht niet, dat mocht niet. Er moesten allemaal torentjes komen die veel te duur waren. Dus toen heeft uiteindelijk, na alle discussie, is er een ambtelijke commissie in het leven geroepen met verschillende diensten. En dat is de commissie Zuid, die is in 1926 gekomen. En daarvoor waren het allemaal schoonheidscommissies. En voor verschillende gebiedsdelen had je dan ook weer een aparte commissie. Dit is bijvoorbeeld een commissie voor het gebied van de Amstels Bouwvereniging rond Holendrechtstraat. Daar was een speciale esthetische commissie van Gratema, Jan de Meijer en Staal en Hulshof. En die zorgden ervoor dat die particulieren een beetje in de hand werden gehouden. En dat ze ook in de stijl van de Amsterdamse school bouwden. Heren van de Schaar was er een belangrijk man voor, hoor. Maar ze eigenlijk een verhaal. Die heeft ook een Plan West gebouwd. De rivierenbuurt is die heel belangrijk geweest. Die stond het hoofd van al die projectontwikkelingsmaatschappijen. Die is heel leidend geweest. En hij was niet altijd zo enthousiast over die Amsterdamse school. En dit is het plan van de Amsterdamse bouwverenigingen. Je ziet het hier, dit plan. Dit is ongeveer bij de Vrijheidslaan. Dit is de brood, daar moet ik het allemaal even zien. Deze beter. Dit is de Vrijheidslaan, ziet hier. En hier het Noord-Amstelkanaal, dit is de Amstel. En daar is door de Amsterdamse bouwvereniging gebouwd. Maar gelukkig was dus, die commissie, die eiste wel dat de Amsterdamse school terugkwam. Dus die gevels zijn daar in de Amsterdamse schoolstijl gebouwd. Maar de woningen zijn vaak standaard woningplattegrond. Vonden die architecten eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ze moesten wel. Maar daardoor is er toch wel een hele mooie gevelwanden daar gerealiseerd. En dan ziet je hier zo op de hoek. Dit is van architect Rutgers. Holendrechtstraat. Hier, dit is van de eerste vrouwelijke architect Margaret Staal Kropholle. Die gebouwd heeft. In die buurt. Hier de Amstellaan. Daar heeft Michel de Klerk gebouwd met dit soort prachtige balkons. Dit soort bebouwingen, ook van Michel de Klerk, aan de Vrijheidslaan. Voor die Amsterdamse bouwverenigingen.
En hier geeft ook deze is ook wel een interessante tekening. Hoe Bella gedacht. Bella gedacht in structuren. Je dacht hier, deze structuur, dat is de Amstel. En dit staat Victoriaplein. Dan ziet hij dat hij allemaal cirkels trekt. Dat is interessant. En dat ziet hij ook weer. Dan ziet hij nog een keer hier de brug. En dan ziet hij hier Plan Zuid van Bella. Hij zag met die grote lijnen, met Churchilllaan, de Rooseveltlaan. Die grote assen, dat is wat typisch Bella, hè? En dan had hij, in die assen had hij soms bijzondere gebouwen staan. Dus hij had niet echt de wolkenkrabber opgenomen. Maar hij had er wel een bijzonder gebouw gepland. Het is ook terecht dat hij daar geëerd wordt in 1965 met een beeld van Hilde Krop. En dus ik laat hem nog een keer zien, want nou laat ik deze as zien. Van deze as. Die as is vanuit het station Zuid. Je ziet hier het station Zuid, het grote station Zuid. Dat had al in 1925 klaar moeten zijn. Maar niet gerealiseerd. En dan ziet hij deze as, dit is een straat, de Minervelaan, dat had de grote stationstraat van Amsterdam moeten worden, met allemaal winkels. En hier hebben we alleen nog, het is wel aardig, in de Minervelaan zitten nog wat beeldjes. Daar wordt de commissie van de Plan Zuid geëerd met drie wethouders. Wieboud, Staal, architecten, Hulshof, Tjade, Kepler en Abrams. Die worden nog wel geëerd. Maar het idee van Plan Zuid met station Zuid is eigenlijk in die straat niet tot stand gebracht. Overigens is het wel grappig, dat beeldje van Wieboud die daar geëerd wordt voor de realisering van Plan Zuid. Wieboud was ook wethouder financiën nadat hij wethouder volkshuisvesting was. En hier hebben ze een euroteken in plaats van een guldenteken bij de restauratie aangebracht. Een grapje. En dan ziet hij ook wat. Bij de Minervelaan zouden grote pleinen moeten komen. Minerveplein. En ook hier op het eind van de Minervelaan had een groot plein moeten komen. Er zijn allemaal prijsvragen voor geweest. Maar uiteindelijk is het Hilton Hotel vele jaren later gekomen. Dus heel veel is ook niet gerealiseerd. En de brug die naar die grote stationstraat moest komen, is er ook niet gekomen. En dat is uiteindelijk een klein fietsbruggetje geworden. Ja, het station is nooit gebouwd. Het was in de jaren 80. Dus dat heeft het plan eigenlijk in de war geschopt. Nog wel, die grote as ligt er nog steeds, die groene as. Want dat is wel iets interessants. Bella had alleen niet grote wegenstructuren, had grote waterstructuren. En dan had je allemaal bruggen. Hier heb je de grote, het Noorder-Amstelkanaal, het Amstelkanaal, het Noorder-Amstelkanaal, het Zuidoor-Amstelkanaal. Grote waterstructuren. En dat hier dan weer bij elkaar komt. En daar waren allemaal bruggen voor nodig. Dus Plan Zuid kreeg ook allemaal mooie bruggen. Hier deze prachtige brug van Piet Kramer met die huisjes erop. Of deze brug, de P.O. Kramerbrug aan het eind. Prachtige brug heeft Plan Zuid. En vaak hebben die bruggen allemaal weer beelden. Dat is het Museumplein. En hij had ook eigenlijk heel veel groen bedacht. Ja, want daar waren die tuinstadgedachten. Dus hij had zelfs hier een groot park. Dat is uiteindelijk het Beatrixpark geworden. Helaas is er heel veel van afgesnoept door de RAI. Dat wel. Maar het is nog steeds een mooi park. Dat we aan Bella te danken hebben. Met prachtige beelden. En dan, ja, ik laat even van die groene structuren zien, die Noord-Amstelaan. Eigenlijk waren het van die straten waar je eigenlijk moest gaan flaneren, zoals de Champs-Élysées deden. Ja, maar goed, dat doen we in Amsterdam niet, hè. Dus die groene structuur, die wordt eigenlijk nooit echt gebruikt. Voor dieren is die mooi, maar heeft nooit zo'n functie. Gelukkig dat Art Zuid om de paar jaren een grote expositie organiseert met kunst, dan wordt er geflaneerd. En je ziet hier zo'n mooi kunstwerk, dat vind ik wel een mooi kunstwerk. Een kunstenaar die niet iets midden neergezet, maar zodat je die zichtlijn doorhoudt van die Bellage bedacht heeft. Of hier van die beelden die er staan bij het begin van de Apollolaan. Die groene structuur gaat dan helemaal door. En wat Bellage ook wilde, is ook wel belangrijk. Wat ik al zei, Bellage vond dat de arbeider ook gevoed moest worden met cultuur. Dus daar heeft hij veel plannen voor gemaakt. Hij had eigenlijk, dit is een groot cultuurhuis wat in Den Haag moest komen. Uiteindelijk is dat het gemeentemuseum van tegenwoordig het Stadsmuseum Den Haag is dat geworden. Wel anders. Maar hij dacht ook Beethovenhuis wat hij wilde realiseren. Bellage dacht altijd in cultuurhuis, want de arbeider moest met cultuur opgevoed worden. En hier ook, ongeveer aan de Veenendaal-Bolstraat, had hij een groot cultuurpaleis bedacht. Alleen het geld was op.
En uiteindelijk is hij naar de Oude Raaihallen gekomen voor 5 jaar. Nou, ze hebben er jaren gestaan. En er zijn, we hadden wel plannen voor het cultuurpleister. Dit is van Theo van Doesburg en Cornelis van Eesel. Die hebben een plan gemaakt voor een universiteitshal die ook op die plek ongeveer had moeten kunnen komen. Dus dat idee van die cultuur heeft altijd gezeten. En uiteindelijk zijn er zelfs nog in de jaren 60 waren er plannen voor de bouw van het grote muziektheater. Dat zat allemaal in het plan van Berlagen. Dat had een cultuurpark moeten. Ik weet niet of hij dit zo'n opera had gewild. Hij had toch echt cultuur voor de arbeider. Hoewel de opera ook wel voor de arbeider is, hoor. Dus dat zeker geliefd. Ik denk niet dat Berlage die grote toren daarnaast had gezien. Want het Alcure Hotel die had al bedacht van, we hebben een toegang naar de opera en ons publiek kan er komen. Helaas, die toegang die is dichtgemetseld en die wordt niet meer gebruikt. Maar het idee om daar een opera te realiseren aan de Vendelbosstraat, dat zat eigenlijk al in het plan van Bella. Uiteindelijk, de bewoners zijn in actie gekomen, want ze zagen dat ook uren achter bebouwing komen. Die wilden het helemaal niet meer. En dat was hun geld, daar hebben we de stoper aan gekregen. Wat je ook ziet, deze kaart. Van een aantal dingen zijn niet gerealiseerd, maar een aantal dingen wel. Van deze kaart vind ik interessant. Het is de kaart van het zuidelijk deel van Amsterdam. En uit 1929, moet je even zien. Kijk, dit is wat allemaal wel. Dit is wat toen nog gebouwd was. Hè? Dus hier de stadionbuurt is gebeeld. Maar dit gedeelte van de stadionbuurt was niet bebouwd. Hè? Er zat nog het oude stadion. Dit gedeelte van de rivierenbuurt was allemaal nog niet gebouwd. Dus je ziet eigenlijk een ontwikkeling van dat er een aantal dingen nog. Ja, Amsterdam School is dan al over. En er moet toch nog gebouwd worden. Plan Zuid is nog niet af. Dan zie je wel wat veranderingen. Dus er begint daar een beetje een overgangsbebouwing te komen. Die Amsterdam School is eigenlijk over. En de bebouwing wordt wat anders. Zelfs in de rivierenbuurt krijg je dit soort bebouwing. Kijk, we krijgen een open bouwblok. Met licht. Dat was Berlage nooit wel. Die gesloten bouwblokken. Dat moest een eenheid worden. En. Maar het licht, lucht en groen, filosofie was nieuw. En dat in Borselwommen werd dat al gerealiseerd. Dus in de rivierenbuurt begint dat ook gedeeltelijk door te dringen. Het is nog een beetje twijfelachtig. Het zit net tussen een beetje die Amsterdamse school en de bebouwing in. En we wilden ook, de gemeentebestuur wilde ook graag kunst hebben. En weet u waar het is? Ja, ik laat deze zien. Omdat ik vind dit eigenlijk een soort geheimpje in Amsterdam. Dit is in Amsterdam-Zuid, in Plan Zuid. En Plan Zuid is zoveel kunst. We zijn ook met Museum de Dagen zijn we ook bezig met een kunstroute, een beeldenroute te maken van langs de beelden. En dit geheime plekje, ik denk dat u het niet weet. U bent al jaren waarschijnlijk woont u in Amsterdam en kent u deze beelden niet. Moet u nadenken, dit beeld stond ooit vroeger in zo'n fontein van de kunstenaar Louis Trapman. Marinus Vreugde, Willem IJzerdraad, hebben hier allemaal beelden neergezet. Allemaal kunstenaars die gewoon op een binnentrein beelden neerzetten. Dat zijn de geheimen van Amsterdam in Plan Zuid. En dat was ook eigenlijk al een beetje van deze bebouwing uit het begin, halverwege jaren 30. En het Rijk zag het helemaal niet zitten dat in crisisjaren nog cultuur was. Dus het gemeentebestuur was een beetje te bang dat om die kunst aan de buitenbebouwing te zetten. En hebben het toen maar op het binnentrein gerealiseerd. De wethouder was woedend. Die zei ook van ja, wat zijn er toch krenten daar in Den Haag. We hebben daar hier honderden duizenden uitgegeven voor bebouwing. En hebben we een paar duizend voor kunst. En mag dat geld niet uitgegeven worden. Maar het is toch gerealiseerd. Waardoor je daar een soort klein geheimpje hebt in Plan Zuid. Ja, je kon ook niet, want het is een hek, het is een gesloten binnenterrein. Maar het is een geheimpje van Plan Zuid. En dat maakt Plan Zuid zo bijzonder. Plan Zuid heeft heel veel geheimen. Ik ben bezig met zo'n route. We zijn bezig met het maken van een expositie over Plan Zuid. Er zijn nog zoveel plekken waar je eigenlijk als Amsterdammer nooit komt.
Maar die plan zou het geweldig mooi maken. Het is een geweldig stedenbouwkundig plan. Maar en geweldig mooie architectuur. Maar het aardige is dat er ook ontzettend veel kunst is. Onvoorstelbaar hoeveel kunst in Plan Zuid is. Daar kan je het Rijksmuseum wel 10 keer mee vullen, heb ik het idee. Met de beelden die daar zijn. Van, daar moet, dus dat willen we de komende tijd in ieder geval weer op de kaart brengen. Van Plan Zuid, hoe mooi het is. En Berlage is nog steeds belangrijk. Plan Zuid belangrijk. Is nu beschermd stadsgezicht geworden een paar jaar geleden. Maar Berlage wordt nu ook weer gewoon geëerd door hier. Dat vind ik wel aardig dan. Niet in Plan Zuid, maar gewoon in de Indische buurt. Bij het Javaplein, daar wordt wel in de stijl van Berla gebouwd. Tegenover de blokken, sociale woningbouw die er gerealiseerd is. Probeert men in de stijl van Berla te bouwen. Berla is duidelijk heel belangrijk voor Amsterdam geweest en nog steeds. En daar wil ik mijn lezing bij laten.